de zaal, de ambiance hier. Dat we hier allemaal samen heel veel plezier kunnen maken. En dat we hoogstwaarschijnlijk heel veel wedstrijden hier gaan winnen. Voor de sfeer, voor de ambiance, gewoon zien al die zaal. En dan, ja, dan krijg je het gewoon warm van binnen, omdat het gewoon ja, heel top is. Wel, ik ben een gelukkig voorzitter, denk ik, als wij hier alle thuismatchen in dezelfde sfeer zouden kunnen spelen. Daarvoor hoeft het niet altijd uitverkocht te zijn. Maar laat ons zeggen dat er een mooi publiek zit, dat we een goede sfeer hebben zoals we altijd hebben gehad. En misschien zullen we een tijdje moeten wachten op dezelfde resultaten als de vorige jaren, maar ik zie dat toch langzamerhand weer komen. Laat ons de jongens even tijd om weer te wennen. Ik zeg niet dat we het vuur aan de schijnen gaan leggen van de grote drie op dit ogenblik, maar misschien lukt het wel in eigen zaal om hen toch wel eens eventjes bang te maken en te tonen dat Antwerpen nog altijd bestaat. Naarmate dat de mensen van Topvolley Antwerpen meer en meer leert kennen, werden die contacten nog warmer en aangenamer. En feitelijk was dat vaak een relatie geworden van alles mag en iets moet. En daarvoor was volley voor mij een sport totaal onbekend. Interesseerde mij ook niet. En om den duur was dat zoiets zo van dat begin je te leren kennen. En dan zeker hier in die arena, dat is een ongelofelijke sfeer. De mensen die ik meebreng, die zeggen ook van iedereen kent wel voetbal. Maar van het moment dat ze de volleybal hier in de arena hebben gezien, zeggen ze van wauw, wat is dat? En dat feitelijk maakt het plaatje compleet. Dus op dat gebied is dat ook voor alle andere mensen die dat of van bedrijven, die daar klanten meenemen of vrienden en kennissen. Iedereen gaat hier altijd buiten met een warm gevoel, een leuk gevoel. En dat is heel voornaam. Dat feitelijk de sport toch de bedrijfswereld een beetje gaat aantrekken. En zonder te zware verplichtingen. En dan is dit de goede locatie, denk zeker ik. En vast. Zeker en vast. Zeker dat oud fort hier, dat is altijd nog iets apart dan als je ergens op bij een VIP boven een terrein zit. Bijvoorbeeld bij de voetbal. Deze is het heel uniek. En dat, ik hoop dat ze nog heel lang blijft. Ook. Wat er anders maakt is eigenlijk dat je hier eigenlijk in een vrij besloten kring zit. De meeste bedrijven of sponsors nemen eigenlijk niet zoveel invités mee. Dat blijft hier eigenlijk meer gesloten. Niet dat ik zeg dat dat zo speciaal is ofzo. Maar het komt erop neer eigenlijk dat je voor elkaar eigenlijk aandacht hebt en tijd kunt maken. Als jij invités meeneemt uiteraard, dan is uw voornaamste rol als gastheer dat je met je NVT's rekening houdt en dan kun je met de rest eigenlijk je rekening houden. En hier maakt het eigenlijk gezellig en ontspannen dat je eigenlijk rechtstreeks met de andere mensen kunt babbelen. Netwerken, het warm prospecteren, dus wij hebben er daar echt wel wij halen echt ons vrucht hieruit. Want het verhaal B2B is voor jullie wel zeer belangrijk. Ja. Wat wij hier zien, heel veel havengelateerde bedrijven, bouwgelateerde bedrijven. Wij zijn zelf een leverancier van materialen, dus wij kunnen ons hier ei wel kwijt. Met de mensen van de havelijk, Walter van Michelen. Bouwgelateerd denk ik dan eerder om samen met Calentor te netwerken. Het zoeken van klasse 8 bouwbedrijven of klasse 6 bouwbedrijven. Maar ik kan zeggen, na 3 jaar begint dat toch wel zijn vrucht vanaf te werpen. Tot slot, en dan ga ik je laten gaan, omdat de tijd gaat van start gaan. Beschrijf de sfeer eens in dit toch wel een unieke kader. Ik denk dat je zelf ziet hoeveel mensen hier vanavond aanwezig zijn. Het is een leuke bijeenkomst van allemaal mensen die trachten hun business te developeren en ontwikkelen. En elke thuismatch, of zeker de toppers, mag je toch om 300-400 mensen hier aanwezig in de catering. En het stadion of de wedstrijd zelf is uitverkocht. We kijken het zelf eens. Behoeft eigenlijk geen commentaar. Het is bangelijk. Hè? Hier komt alles tot zijn recht. Emotie, spanning en het goede gevoel. Hè? Het Antwerps gevoel.
Ze hebben hier een schitterend platform, eigenlijk vlak boven de speelgrond. En van hieruit kunnen we alles bekijken. Veel beter van op de tribune, zou ik zeggen. Maar ja, het is alleen maar voor de VIP's, voor de zakenlijn. En je kunt hier perfect netwerken. Dat is allee, bon. Ja. Drie jaar geleden ben ik hier aangespoeld eigenlijk en ik ben een echte Antwerpenaar en ik vond de volleybal een topclub, een topprestatie. Niet alleen op Belgisch niveau staan we aan een top, maar ook Europees een top. En ik vond als Antwerpenaar dat ik eigenlijk zo'n project moest ondersteunen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. En ik ben dan met Tim in contact gekomen, de manager, en ik vond hem ook een heel aangename mens. En zo heb ik eigenlijk die club, de business club, uitgebouwd. Samen met Tim en wij hebben hier een leuk netwerk. Wij amuseren ons hier elke match. Er wordt heel goed sport gedaan en dat netwerk wordt hoe langer hoe meer een vriendenclub. En dat is eigenlijk het leuke en dat is de reden waarom wij hier zitten. Wat maakt deze VIP-lounge show zo uniek, zoals u zei? Ik denk vooral het netwerk. Wij zijn vrienden geworden, allemaal Antwerpenaren onder elkaar. Wij zijn zaken met elkaar beginnen te doen enzovoort. En dat is eigenlijk het plezante. Het is ook een heel gezellige zaal. Ik denk hier met de gezelligste zalen van België. En ook de parkeerplaats is heel gemakkelijk. Komt hier met een auto, je parkeert voor de deur. Komt hier met een bende vrienden onder elkaar. En dat is allemaal eigenlijk de puzzel die net perfect samenvalt. Tot slot, met andere woorden gezegd, zegt u van ja, this is the place to be. Dat is the place to be. Het is ook heel budgetvriendelijk. Ik bedoel, als je de volleybalbudgetten vergelijkt in business club, vergelijkt dat met voetbal enzovoort, dan is dat eigenlijk heel budgetvriendelijk. De instapkosten in de business club zijn heel vriendelijk en het is echt wel de moeite om hier lid te worden. Ik denk de arena in Deurne staat voor gezelligheid, ambiance, sfeer. We willen gewoon een fantastische zaal. Hoe belangrijk is B2B op deze avond bijvoorbeeld? Heel belangrijk. Ik denk dat sport wordt mogelijk gemaakt door sponsors. En die sponsors moeten we nu verwennen met mooie volleybal. En uiteraard ook B2B betekent ook netwerken onder de sponsors. Ook zorgen dat de sponsors onder elkaar wat meer business kunnen doen. Dus heel belangrijk. Heel belangrijk. Tot slot dan ga ik verder laten gaan. Wat maakt de sfeer hier zo anders dan bij andere clubs? Want dit is toch wel uniek, dit kader. Ja, ik denk de gezelligheid van de arena in Deurne is gewoon fantastisch. Het straalt gezelligheid uit. Altijd volle bak, ambiance, sfeer. In de catacomben kunnen eten. Het is gewoon een prachtige zaal. Staf, we zijn in de gloednieuwe lounge van de Topvolleybal Antwerpen. Dat moet ook jou toch iets doen, denk ik. Ja, het is heel mooi gerenoveerd. We hadden een nood aan een zaal waar we onze vergadering konden leiden en waar we de mensen konden ontvangen, een beetje vooraf. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd. En ik denk dat deze lounge hier ideaal voor is. Het lijkt allemaal uniek hier, deze lounge. De VIP-lounge waar de mensen nu aan het eten zijn, is het ook wel een apart kader. Ja, het kader is zeer mooi en ik denk dat het ertoe leent voor de sponsors om hun mensen uit te nodigen. En in een gezellige sfeer en in een kader dat de enige is in feite. Dit zie je nergens niet natuurlijk, hè? Ook qua sfeer en dergelijke. Nee, qua sfeer en beleving denk ik dat je hier bij Topvolleybal aan het Antwerpen echt de top hebt. We kijken naar de toekomst. We hebben heel wat bedrijven kunnen overtuigen om met ons in zee te gaan. De meeste beginnen heel klein, met een kleine sponsoring, in de hoop dat door de fantastische sfeer hier, dat ze volgend jaar
iets meer voor ons zullen betekenen. Wel, het zijn voorlopig middagen waar wij de nieuwe sponsors gewoon uitnodigen voor een hapje en een drankje. Waar de mensen met elkaar kunnen netwerken, kunnen spreken. Waar de oudere sponsors de nieuwe proberen te overtuigen van met ons in zee te gaan. Dat heeft heel goed gewerkt.